Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar op deze donderdag de 11e mei. En ik heb hier voor mij liggen een chronieke van Amoras, te weten deels Schanulleke. En dit is een uitvoering die in een soort fluwele, ja, slash juwele uitvoering is uitgebracht. Dit zijn vrij luxe uitvoeringen die tegenwoordig niet meer worden gemaakt. Want elke keer als er een nieuwe Amoras verschijnt, gaat die voortaan alleen nog maar in een hardcover versie verschijnen. En hiervoor had je dus zeg maar de uitvoering met een linnen rug. En dit is dan de hele luxe, ja, zeg maar de suède fluwele uitvoering. En ik heb deze op Katawiki kunnen bemachtigen voor een vrij goedkope prijs. En deze uitvoeringen bevatten ook deze prachtige prenten, gesigneerd door Charles Cambray, want dat is de tekenaar van deze reeks. En Marc Legendre is de scenarist. En dit deel gaat dus over Schanulleke, die hier in de sneeuw ligt. En hier zie je als titelblad Korte metten met de vette. Ja, het is een rijmpje, maar het slaat dus over een conflict wat zich afspeelt op het eiland Amoras. Tussen de magere en de vette. En dat wijst dus duidelijk op de lichaamsbouw. En hier zie je nog even de uitgave zoals ik hem heb. Hij is in 105 genummerde uitvoeringen verschenen. En dit is dus nummer 76. Binnenkort komt er alweer een nieuw deel uit van Amoras, waar ik heel erg naar uitkijk. Maar ik ben heel erg blij met deze. En Ciro de Rosso maakt de kleuren. En dat zie je dan ook prachtig in dit album. Nou, het begint eigenlijk als volgt. Je ziet hier dat er iemand wordt teruggeflitst naar het jaar 1544 in Amoras. En dat is Crimson. De aardvijand uiteraard van Suske en Wiske, die hier met twee metgezellen het eiland Amoras betreedt. En wat ze dan doen is, hier zie je dus een stelletje in een hutje liggen. En zij steken deze gewoon in de brand. Dat is best wel heftig voor een Suske en Wiske strip, maar zoals ik al eerder in andere vlogs heb uitgelegd, is Amoras een volwassen versie van Suske en Wiske. En je zult dus ook zien dat zij op dat moment ook weer wegflitsen. En het huis staat dus in de brand. En Sus Antigoon, eigenlijk de overgrootvader van Suske, die zie je hier ook het huis binnentreden om de vrouw van deze meneer te redden samen met het kindje. En deels lukt dat, want je ziet hier ook dat zus Antigoon naar buiten komt met het kind. Maar de vrouw van deze man, die wordt dus niet gered. En dat is best wel een heftig idee, want hiermee krijg je dus dat zijn vrouw overlijdt. En je krijgt dan een terugblik naar het heden, waarin je in het café zie je Suske, Wiske, Lambiek en Jeroen zitten. En op het moment dat Wiske samen met Suske op de brommer naar huis rijdt, valt Schanulleke van de motor af, van de scooter af. En wat je dan ziet is even weer een terugblik naar Crimson met zijn handlangers, die op dat moment het eiland hebben betreden. Alleen deze man krijgt toch een beetje spijt van wat hij gedaan heeft en gaat eventjes een wandeling maken. En op het moment dat hij naar het café gaat waar ook Jeroen en Lambiek zitten, vindt hij dus het popje Schanulleke. En die stopt ze in zijn zak. Nou, dit verhaal krijgt een behoorlijke wending, want dat popje dat wordt dus eigenlijk ook meegenomen door een van die handlangers van Crimson naar, in dit geval weer, het Amoras van 1544. Ja, een mooi deel van dit verhaal is ook dit stukje. Hier zie je Barabbas door de tijd heen reizen en hij reist dus ook even duidelijk naar de toekomst. En wat je dan ook ziet is een toekomstige Sus en Wiske. En hier heten ze als het goed is Vin en Sis. Je ziet hier op het volgende plaatje ook dat de ene Sis zegt tegen Vin. En ze zien Barabbas en schieten dus ook op zijn tijdmachine. En dan gebeurt er iets grappigs, want hij wordt dus door de reis of door de tijd teruggeflitst. En dan komt hij dus in een kenmerkende scène uit de schat van Beersel. En dat vond ik dan wel heel erg leuk. En ook hier zie je nog een duidelijk plaatje van het Amoras verhaal. Erg leuk, alleen schijnbaar droomt hij het, want hij wordt ook wakker en zegt ook: waar ben ik nou in vredesnaam? Nou, tijdreizen is dus behoorlijk aanwezig in dit boek. En het verhaal zelf leidt dus eigenlijk dat Schanulleke, het popje die gevonden is door een van die handlangers, nog een belangrijke rol gaat spelen in dit verhaal. Ik zal dat verder niet verklappen, want dat moet je zelf maar even lezen. Maar het is zo mooi getekend door Charles. Het is, ik heb weer genoten van dit boek.
En er staan ook weer prachtige platen in die ook weer verwijzen naar het oude Zus Antigoon. Maar waar het heel kort om gaat, dat kan ik nog wel vertellen, is dat Barrabas eigenlijk een beetje spijt krijgt van al dat tijdreizen. Want hij ziet gewoon wat voor ellende het soms teweeg brengt. Op het moment dat ze terugflitsen in al die avonturen van Suske en Wiske. En dat brengt ook wel iets moois met zich mee. Maar dat zie je dus later in het boek. Ik zou het iedereen ook adviseren om dit boek te gaan halen. Want het is zoals gezegd prachtig getekend. Dit album bevat altijd nog wat schetspagina's achterin, zoals je hier kunt zien. En dat vind ik wel mooi van dit soort luxere boeken. Dan kun je ook het proces van het verhaal zie je dan ook even terug hierin. En ik heb heel erg genoten van dit album. En ik hoop jullie ook. Dus ik zou zeker aanraden om het boek Schanulleke aan te schaffen van Amras. Bedankt voor het kijken. En op naar haar volgende vlog maar weer.